Welkom terug bij Limburg in Beweging. Wij gaan starten met stappen op de plaats. Rustig de knieën heffen, niet te hoog. Wil je een klein beetje steun hebben, dan neem je gewoon steun aan je tractor of aan je stoel. Wat u wilt, geen probleem. We staan vandaag voor het oude boerenbondpand in Schimmert, waar vroeger de boeren dit hebben gebouwd om hun granen op te slaan in de regio. Ook mijn opa was hier in het bestuur en mijn vader heeft vroeger ook een boerderij gehad met varkens. Dus deze special is speciaal voor jullie. Jullie zorgen dat voor ons het voedsel op de teleur komt te liggen. En daar zijn jullie hartstikke dankbaar in. Toppers zijn jullie. En doe maar mee met deze special, want die tractor zal er goed van pas komen. Dus even met die luie kont van die tractor af en even meedoen. Hou nog even vol. Netjes. We gaan eventjes voor de mensen thuis op een stoel zitten. Ik ga even de tractor in. En we gaan dadelijk een oefening voordoen waarbij we een wip-sta oefening doen. Om deze stoelen zo mooi veren. En dat is als voorbereiding op de quadriceps oefening. We gaan starten. Doe maar mee. Eventueel ook met losse handen. Het gaat ideaal op zo'n tractor. Je voelt er lekker je bovenbeenspieren. Vind je hem een beetje zwaar, dit is nog een warming-up. Gebruik dan je stuur. Dan kun je op die manier rustig heen en weer bewegen. En dan kunnen we de warming-up niet te zwaar maken. We gaan nog eventjes door. Ik voel een beetje verzuring in mijn bovenbenen. Dat is helemaal niet erg. Dat is pure wind. Ik hou nog eventjes vol. Zorg dat u de ademhaling laag houdt. En dat u rustig blijft doorademen. Dat is heel belangrijk. We gaan nog eventjes door. Super. Bij de vorige oefening zijn jullie op en neer gegaan op een stoel, in dit geval in de tractor. En het op en neer gaan is een heel belangrijke beweging voor het lichaam. Zoals we al eerder hebben vermeld, is die continue druk en weer loslaten van druk, dus bij het op en neer gaan bijvoorbeeld, maar ook bij het lopen op je botten, die is heel belangrijk. Als je namelijk drukt op de botten, botten hebben een soort kristalstructuur, komen er elektrische ladingjes vrij en die zorgen voor het activeren van cellen in die botten. En die zorgen ervoor dat je botten steviger worden en ook een betere structuur krijgen. Dus je krijgt wat minder osteoporose, last van osteoporose. En het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk druk op die botten geven. Dus daarom is deze oefening heel belangrijk. Dan gaan we naar de volgende oefening. Ik kom eventjes eruit. De volgende oefening is de reekopwarming. De reekopwarming gaan we kleine squat oefening doen, mini squat. Waarbij we voorwaarts gaan en omhoog gaan. Mensen, let alsjeblieft op met deze reek. Alleen boeren mogen dit op het land doen met deze reek. Het is niet de bedoeling dat je het op een andere manier doet. En we willen het natuurlijk ook een beetje doen op een nummer van Oerend Hart. En pak die stok maar weer erbij. Zorg maar dat hij ook een beetje stap op de plaats doet. Zodat hij ook een stukje warmer wordt. Hou nog eventjes vol, dat we allemaal lekker warm zijn. Een klein beetje, even naar voren. Netjes, en klaar. Zet netjes die reek weg. Punten altijd naar onder. We moeten ook denken aan de veiligheid. We gaan over naar de stoel. En bij deze stoel heb ik op deze manier een handschoen vastgemaakt. En zoals jullie zien heb ik dat hier met een potlood even vastgemaakt. Want we gaan koe melken. We zouden geen boer zijn als we geen koeien hadden. En melk is belangrijk. Dus we gaan op deze manier gaan we even de armbeweging maken.
aan mensen die eigenlijk hoort dat eigenlijk zo. En dan kunnen we dat combineren met een kleine squat, een diepe squat beweging. Vind hem te zwaar, plaats je één knie op de grond en dan ga je op deze manier omhoog en omlaag. Heel goed voor je handspieren, ja, want daar hebben we nog een beetje weinig aan gedaan. Maar die knijbeweging van het melken, ja, is een eigen beweging wat je maakt waarbij je hem klein knijpt. Je knijpt hem boven dicht. Ik zal het even voordoen. Je knijpt hem boven dicht en knijpt dan omlaag. Want anders gaat de melk terug de uier in en dan hebben we nog de top niet vol. Dus even boven knijpen en dan naar onder. Dus dat zijn de bewegingen die je eigenlijk om en om maakt. Eigenlijk boven knijpen en dan naar beneden. En dat is dan melken. Oké. Opgroeien op een boerderij is heel gezond voor kinderen. Dat wist mijn oma al, maar onderzoekers weten dat nu ook. Onderzoek laat namelijk zien dat kinderen die opgroeien op boerderijen gemiddeld genomen minder last hebben van astma, hooikoorts en infecties van de luchtwegen. Men denkt dat dat te maken heeft met een aantal factoren, waarvan één factor, een belangrijke factor, het drinken van verse melk is. Verse melk activeert bepaalde cellen in je lichaam die ervoor zorgen dat je goed kunt verdedigen tegen allerlei binnenkomende ziektekiemen. Het heeft te maken met twee vitamines die in die verse melk zitten en wij zouden daarom willen adviseren, ook al woon je niet op een boerderij, drink iedere dag een kopje verse melk. We gaan met Rick push oefeningen doen, waarbij we op deze manier de push oefeningen. Eerst gaan we voor ons pushen en daarna gaan we omhoog pushen. Oké, doe maar mee. We hebben nog even pauze, begrijp ik van Bjorn. Even rust. En we mogen. Dus druk die reek maar naar voren uit. Blijf goed doorademen. Het is een krachtoefening. En normaal doen de boeren dit met hooi opsteken. En vroeger heb ik gewoon nog met alber hooi opgestoken. En ik kan jullie vertellen, als je niet de juiste swing hebt, is dat een behoorlijk zware oefening. En dat kwam boer Soeren nog langs met zijn mooie tractor, met een mooie rookpluim. En ook hij haalt elk jaar lekker dat vers hooi van zijn land af. En dan is het wel leuk om te zien hoe die jongens zijn het zweten met die bierbuikjes. Hé Etienne! We houden nog even vol. Merk de verzuring al, door het aantal herhalingen krijg je vanzelf dat je moe wordt. We hebben eindelijk een step, dus dat is ideaal. En we kunnen dus de tractor gaan gebruiken als step. Ik zet even de stoel weg. En we gaan op deze manier op de step. Die is best hoog bij deze tractor. Jan heeft me gelukkig een mooie grootte gebracht. En we gaan dadelijk op die manier eerst het rechterbeen trainen en daarna het linkerbeen. We hebben nog even pauze. En we mogen. Dus rustig op die manier. Ik zet elke keer eventjes af. Mensen kunnen eventueel de stoel pakken. Ga dan alleen maar op deze manier een klein beetje omhoog. Maar als het dan lukt, mag je ook op deze manier de beweging maken. We houden even vol. En na 30 seconden gaan we wisselen. We maken behoorlijke verzuring omdat de hoek vrij groot is. Ze krijgen ineens respect voor al die boeren, wat telkens omhoog en omlaag moeten. Mogen we al wisselen? Ja, we gaan wisselen. Je mag je natuurlijk ook een beetje meehelpen met je standbeen. Anders wordt het wel erg zwaar. Nog eventjes volhouden. Netjes. Zo, die voelen we wel in de benen. We gaan over naar de quadriceps oefening. Die halen we nou een beetje erin. Ik pak ook weer, ik ga een beetje omhoog. Dan heb ik wat meer staafvlak. Je mag deze ook op de grond plaatsvinden. Voor de veiligheid altijd even vasthouden. En we gaan dadelijk op die manier de squat oefening doen. Mensen thuis, zonder tractor, gewoon in stand naast de stoel. We mogen starten.
Zorg ook wat dat je net doet of je gaat zitten. Dus met die billen naar achter gaan. Rustig tempo. En na 30 seconden gaan we wisselen. Behoorlijk vermoeiende oefening. Zo snap je ook waarom die boeren in het noorden zo goed zijn in dat schaatsen. Die hebben al heel stevige benen van het boer zijn. En daarnaast kunnen ze ook nog heel goed schaatsen. En dan zie je altijd dat die van die hele mooie dikke bovenbenen hebben. Door het langdurig trainen op die tractor. We gaan nog even door. Oké, en dan komen we weer naar beneden. We gaan opdrukken. En het opdrukken gaan we doen met behulp van de band. U kunt het zelf doen bij de kas of bij een deur. Een beetje van de wand afstaan. Hoe verder u afstaat, hoe zwaarder het wordt. Dus we gaan op deze manier rustig de beweging maken. We wachten nog eventjes. Oké, we mogen starten. Rustig, op deze manier. Rustig tempo, niet te snel. Langzaam heen en weer bewegen. Waarbij we heel mooi de zwaarte van de oefening kunnen variëren. Sta die korter bij, is het wat lichter. En sta die verder af, dan is de oefening een stuk zwaarder. En je kunt bij deze tractor ook nog variëren door een brede basis te nemen, waardoor je een hele andere spiergroep neemt en wat meer je borstspieren traint. Dus pak hem maar eens wat breder, ook thuis op de kast of op de wand. Dat is ideaal, zo'n tractor. Zorg wel eventjes dat hij hem gewassen heeft van tevoren, anders krijg je die vieze handen. We gaan nog even door. En nog eventjes. Hij wordt nog echt lekker zwaar. Blijf goed doorademen. En dan pakken we even rust. En in de rust gaan we eventjes naar de voorzijde van de tractor. Want daar hebben we iets moois waar we onze triceps kunnen trainen. Hier hebben we zo'n mooie bar hangt die we kunnen gebruiken. En die bar kun je doen ook op je contragewicht. Is helemaal niet erg. Dus een contragewicht is ook goed als je toevallig net een ander type tractor heeft. Dat is niet erg. Dus we gaan dadelijk op deze manier naar voren. U doet het thuis op je stoel als het niet lukt als je geen tractor heeft. En we gaan zo op een rustige manier dadelijk starten. Nog even uitrusten. En we mogen weer. Lekker die triceps oefening. Wil je hem iets zwaarder hebben, want de boeren zijn best gespierd. Ga dan op één been. En dan gaan we op die manier af en toe wisselen. De oefening wat zwaarder maken. Hoe smaller hem u maakt, hoe meer hij hem op de triceps heeft. Niet te snel, dan voel je vanzelf dat hij lekker zwaar wordt. Fantastisch. Hij begint nog lekker te branden. Goed. Gelukkig hoef ik dat contragewicht niet zelf op te tillen. En ben ik nou het contragewicht voor de tractor. We houden nog eventjes vol. Bijna een minuut vol. Nog eventjes volhouden, jongens. Oké, netjes. Oké, dan gaan we naar de volgende oefening. En de volgende is de buikspieroefening. En de buikspieroefening gaan we ook weer voor op de hef doen. Want daar hebben we een mooi zitje. En dan zien jullie goed wat ik doe. We gaan dadelijk ons vastpakken op die manier. En we gaan dadelijk de rechte buikspier op die manier trainen. Thuis kan het natuurlijk lekker op de stoel. We gaan beginnen. Probeer tussendoor de voeten niet op de grond te zetten. Dat maakt dat eigenlijk de oefening veel zwaarder is. Dan dat je elke keer de voeten op de grond zet en even rust pak. We willen die buikspieren, je navel goed intrekken. We willen die buikspieren ook goed moe krijgen. We doen nou eerst de rechte buikspier. Straks zullen we ook nog de schuine buikspier doen. Dus we gaan nog eventjes door.
We houden vol. Je merkt ook dat mijn heupspieren nou vermoeid raken. Dat is pure wens. Je doet altijd een buikkeer te stimuleren en niet alleen de buikspier. Maar dat is niet erg, want dat heeft de boer ook nodig. Sterke bovenbeenspieren en sterke buikspieren. We gaan nog even door. Heerlijk in het lekker zonnetje. We houden even vol. We zijn bijna klaar. Dus hou nog even vol. En even rust. Goed zo. Netjes. Ik maak dat deze ook behoorlijk in mijn bovenbenen voel. Dat is niet erg. Dat is pure wind. En we gaan opdrukken tegen de tractorband. En nou de lage variant. En dat gaan we op de achterband doen. Op de vellig. Op deze manier ga je dadelijk opdrukken. En het voordeel is met zo'n tractorband, is dat u niet uw handen vies krijgt. Want die kunt op de vellig drukken en die hoeft dan niet op de grond te zijn. Dat is super, we mogen starten. De meeste boeren zijn sterke jongens, dus die houden dit makkelijk vol. Maar voor de mensen die thuis nog niet zo sterk zijn of ietsjes ouder, pak eventjes één knie op de grond en op deze manier maak je de oefening wat lichter. Gaat het dan wel goed en voelt u dat die armen weer zijn een beetje bijgekomen, dan mag je ook weer op deze manier rustig verder gaan. En wissel maar eens af, een beetje lichter maken, want het is best een zware oefening. Mooi, we houden nog eventjes vol. En we gaan weer op de moeilijke variant. Zodat we straks ook weten dat we spierpijn hebben. We gaan nog even door. En rust. De landbouwrevolutie is een van de belangrijkste revoluties geweest in het bestaan van de mens. Duizenden jaren geleden al begonnen mensen gewassen te verbouwen op het land. En daardoor konden we zachter voedsel eten. En door het eten van zachter voedsel kwamen er veranderingen in de kaaklijn. De mens kreeg toen een beetje overbit en daardoor veranderde de klank in onze taal. Mensen begonnen veel meer F en V uit te spreken, wat zachtere klanken. En dat is belangrijk. Dus de taal is afhankelijk geweest van het komen van de landbouw. Dan wil ik nog bij opmerken dat ronde, zachte klanken ook ronde, zachte emoties teweeg brengen. Als we bijvoorbeeld een baby zien, dan zeggen we boe, 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 boe. Dan zeggen we niet krr, krr, krr. Maar een hond die bijvoorbeeld heel kwaad is, die en die zegt niet boe, boe, boe. Dus die klanken die vormen niet alleen maar onze taal, maar ook onze emoties en hoe we interacteren met elkaar. En de boeren hebben daartoe bijgedragen. We gaan de schuine buikspieren. Daarvoor gaan we naar de voorzijde van de tractor. En daar hebben we weer mooi ons zitje. En we gaan dadelijk ons vastpakken en dan de diagonaal. Op die manier bewegen. We hebben nog even rust. Dus je mag nu even bijkomen. Oké, de pauze is al om. En we gaan elke keer wisselen van de schouder. Probeer de voeten omhoog te houden. En op die manier te bewegen. Hou vol. Ga door. Probeer die schuine buikspieren op die manier, u op je stoel, ik op mijn tractor. Mijn tractor, dat zou ik wel willen. Hij is nog steeds van Jan. En we gaan nog even door. Het valt me op dat de voorbijgangers hier erg raar kijken. Daar snap ik nog niks van. Hou nog eventjes vol. Die verzuring slaat nog goed toe, maar dat is niet erg. Dat is pure wind. Oké, netjes. Dat moet wel een minuutje zijn. We gaan over naar de cooling down. En voor de cooling down gaan we rekken. En rekken kunnen we mooi deze tractor voor gebruiken. En dan kunnen we de quadriceps rekken. En we gaan op deze manier mooi rechtop staan. Op die manier doen we mooi rekken. We gaan ook even wisselen. En we nemen een ander been.
Op die manier lichtgebogen standbeen, mooi rechtop, knie langs een ander been af en zo probeer je mooi rechtop te staan. We wisselen van zijde. Lichtgebogen standbeen en zorg dat dat been in één lijn is met je rug, zodat je mooi die bovenbeenspier rekt. We gaan nog een keertje wisselen. We houden even vast. En we wisselen, pakken de andere zijde. Perfect. Mooi vasthouden. En ook die ademhaling weer. Die gaat nu langzaam naar beneden. De laatste paar oefeningen waren best pittig. Maar dat maakt niet uit. Nu komt hij toch weer op adem. Oké. Dan moet ik volgens mij nog één keer deze zijde. En dan hebben ze allebei drie keer gehad. Dan gaan we op de stoel de triceps rekken. Je gaat mooi zitten rechtop op de stoel. Hand achter je rug. En we gaan op die manier mooi de triceps rekken. Houd het even vol. Zorg ervoor dat u uw ademhaling omlaag krijgt. En zelfs een beetje aan het zweten geraakt. Ondanks dat het een krachtoefening was en geen cardio oefening, was het in het zonnetje toch best warm. Maar niet klagen, dat was heerlijk. En gelukkig kunnen op deze versie van de tractor kunnen alle ramen open. Dat is ideaal. Ik zou hem zo overnemen. Nog even sparen. Even de andere zijde raken. We wisselen nog een keertje aan deze zijde. Goed vasthouden. En de laatste keer de andere zijde raken. En dan gaan we de borstspiers raken. Want die hebben we net tijdens het opdrukken met die brede versie hebben die behoorlijk hard getraind. Dus die wil ik nou even rekken. We pakken de tractor aan de achterzijde vast. En draaien het borst een beetje van de schouder af. Waardoor we duidelijk hier de rek voelen. Dat mag je op deze manier doen. Je kunt het eventueel ook op die manier doen. Waardoor je wat minder rek op de zenuwen krijgt in uw arm. Netjes, dan gaan we even draaien. Even kijken waar ik in deze tractor me kan vasthouden. Maar dat gaat makkelijk in deze tractor. Ik moet even opletten dat ik niet de radio aanzet. En dan gaan we wisselen aan de andere zijde. Mooi rekken hier. Vasthouden. We wisselen van zijde, we raken de andere zijde, mooi die borstkas wegdrukken, dan voel je pas de rek komen. Dat is wel belangrijk. En we gaan wisselen, we pakken nog een keertje deze zijde, dat we alle drie de zijdes drie keer hebben gehad. We houden hem vast. Ook ik voel nog een klein beetje tintelingen. Dat is niet erg. Maar als ik nou even beweeg met mijn hand, zijn die tintelingen zo weg. En we pakken de laatste keer ook deze zijde. Hou maar even vast. Fantastisch. Nou mensen, dit was alweer het einde van deze mooie Power to the Bower. Met Limburg in beweging. En we willen vooral Jan Hermans bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn tractor. Jan, bedankt. We zullen het zeker met je goed maken. De volgende keer hebben we nodig de stoel en een stok. En dan zie ik je graag weer terug bij Limburg in Beweging. Blijf toes, blijf fit. Tot morgen.